Nicky, gisteren werd er gesproken over een mogelijk karbidschietverbod. En het komt er niet. Vooral in veel buitengebieden is karbidschieten natuurlijk razend populair. En dat mag gelukkig voor die mensen die dat graag doen ook nog steeds deze jaarwisseling. Want de burgemeester die mag zelf beslissen of hij het in zijn gemeente verbiedt. Maar een landelijk verbod, dat komt er dus niet. Iets waar de BOA-bond juist wel op hoopte. Het is wat inconsequent. We zijn tot een algeheel vuurwerkverbod is het besloten. Wat gevaarlijk is en waar de ziekenhuizen niet extra willen belasten in deze tijd. Ja, voor karbiet geldt natuurlijk gewoon hetzelfde. Het is gevaarlijk, het leidt tot ongelukken. Het argument van ja, het is een traditie in bepaalde delen van het land. Volgens mij is vuurwerk als zeker jaarlijks een traditie in het hele land. Je zou op zijn minst in het laatste week van het jaar toch een verbod van gebruik kunnen besluiten. Je kunt beter een duidelijke maatregel nemen waarvoor iedereen zegt oké. Ik weet wat de regel is, waar ik me aan moet houden.